Kijk, hier jullie uit. Fietsen. Fietsen, scooters. Kom. Je wordt geterroriseerd, hè? Door die vliegen, hè? Ja. En die dame, die heeft vandaag geen stijden, maar ook geen stijden. Tijden weer overgegeven. Maar dat is er eigen schuld geweest. Want wie neemt er nou geen water te drinken? Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, ja, de 14e augustus. We leven om 13:27. Ik heb de boel klaarstaan om met de meisjes uit te gaan. Het is 23 graden, wordt er medegedeeld op het schermpje. En ik heb net ook even gevraagd en dat klopt. En ook op de computer klopt het helemaal. Willy, die is al boven bezig, dus die wil wel. Ja, die is net naar boven toe gestreund. En dan ga ik dus lekker even met de meisjes uit. En als ik terugkom, ga ik verder met de spiegel. Ik heb de spullen al klaargelegd op de tafel. En de spiegel ligt al goed. Ja, mijn jas die hangt daar, maar die heb ik niet nodig. Als ik terugkom, gaat dat weer over de rollator heen, want die zal ook vanavond of vannacht wel weer nodig hebben. Dus komt helemaal goed. En ja, ik laat jullie natuurlijk mee genieten, hè. Zo nu en dan. Ja, het is prachtig mooi weer, dus ja. Wat willen we nou nog meer? Ja, ik denk dat jullie dat ook wel fijn vinden, mooi weer te hebben. En Rijka, die is een beetje aan het gek doen. Dus het moet allemaal kunnen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze, maar geniet ook weer een beetje mee. Nou, jullie zien het wel weer. We zitten weer heerlijk op de dijk. Die begint al te praten. En daar hebben we het deksel weer liggen. Ja. Nou, kom maar. Rijka ook, kom. Kom maar. Ja, goed zo. Nou, kind, ik erbij. Hé, jij ook losse kind. Nou. Ja, ja. Hup. Heerlijk. Rijka, kijk uit. Goed zo. Nou, lopen maar. Kom maar. Oh, piepert. Dan gaan we lopen. Spelen. Ga spelen dan. Kom. Kijk, hier jullie uit. Fietsen. Fietsen, scooters. Kom. Heerlijk toch. En dan ze even weer gek doen. Maar ja, ik heb twee handen nodig, lieve vrienden. Even gaat het, maar
Het is hier een en al kiezeltjes. Van dat, en dat doet zeer onder je voeten ook, met die dunne zooltjes. En dan komt Helwing alweer aan. Hé, meisje. Was het even lekker trouwens in het water, want je ging heel snel het water in. Ik zie amper dat je wat geraakt hebt. Hé. Hey. Ja. Hé, hey? Ja, kind. Ja, ik zie een druppeltje op je neus. Kom maar, ga maar weer. Goed zo. Kom maar. Grote meid. Grote meid. Nou, lieve vrienden, jullie hebben het gezien. Ik sluit weer even af. Zo, lieve vrienden. Ja, Willy is net de deur weer uit. En nou heb ik... weer ook even de kans om weer aan een vlog te beginnen, want ik wil eigenlijk proberen er twee te maken vandaag. Ja, en ik doe dat ook omdat ik zat te twijfelen, zal ik even de stad ingaan om wat boodschapjes te doen. Ik denk, ja, morgen is het dinsdag, hebben we ook nog weer Juttersmarkt. Ik denk, ik morgen ook allemaal tegelijkertijd doen. En ik wil ook wat weer even wat opbouwen, want ik heb nog maar één voor morgen. Dus ja, ik moet weer wat opbouwen. En ik ben een beetje zweverig in mijn hoofd, dus ik blijf lekker thuis. Anders zoek je het gevaar op en dat moet je me niet willen doen. Ook ben ik met koffie even bezig. Nou, jullie hebben natuurlijk gezien dat Elwin weer lekker in zee is geweest, tot twee keer aan toe. Ze hebben even lekker lopen te spelen, die twee. Nou, moet kunnen, dat vond ik weer geweldig. Daar heb ik weer zelf van genoten. En ik hoop natuurlijk jullie ook. Ja, ik zou zeggen, heb een hele fijne middag, want het is, hoe laat leven we? 15:54, bijna 4 uur, dus ja... Eigenlijk ook niet echt de moeite waard om buiten nog wat te doen. Ja, ik heb net weer bij de aardbeien geweest. Even dode bladeren, dode stukjes weggehaald. Dat het weer meer zonlicht bij het groeien kan komen. Ja, dus helemaal goed, helemaal geweldig. Vanavond moet ik ze water geven. Dus dat gaan we ook weer doen. Dus ja, geniet gewoon en doe je ding. Ik zou zeggen tot later. Kom je weer binnen? Hé, hey, tante Pol op. Hé, hey. Hallo. Je wordt geterroriseerd, hè? Door die vliegen, hè? Ja. En die dame, die heeft vandaag sinds tijden, maar ook sinds tijden weer overgegeven. Maar dat is haar eigen schuld. Geweest. Want wie neemt er nou zeewater te drinken? Bah! Wie niet willen. Maar ja, ze kregen een heleboel zeewater in de bek. Ja, zwemmen en gapen tegelijk. Gaat niet. Hé? Ja. Maar ik heb het weggespoeld om te kijken. Daar was het. Ja. Dus... Maakt helemaal niet uit. Ook is er al een vlog, die staat half online, nog 40 minuten zegt hij, maar dat gaat veel sneller. Dat is die. Ja. En dan kan ik vanavond nog eentje doen. Ja, maar ik ga zo meteen eerst de meisjes weer uitlaten. Maar mijn telefoon ligt even aan de lader, die moet even wat voller. Ja, die ligt daar. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Rij kaal, laat dat. Lelijk. Lelijk. Is lelijk. Is lelijk.
lelijk. Ja, ik heb het tegen jou, ja. En dan laat ik vlieg maar vliegen. Kijk, nu weer zo'n ding. Ja. Je loopt er zelf door en ik hou jullie er zoveel mogelijk weg. Dat is een grasaar. Ja, gaat je even weg alweer. Ja. En dan kijk jullie nog bekeken ook, allebei. En dan vind je niks, dan vinden ze zelf wel weer wat. Maar ja, hup. Ik weet niet eens niet of Kamalf binnen is of buiten. Ik zie er niks. Ja, daar, kijk. Komt ie aan. Nou, dan gaan we hem open doen. Nou, straatje aan de kant. Hi kerel, kom maar. Snoepie. Kom maar daar. Ja. Het raam wel weer dicht, hè? Ja, kereltje. Ja. Ja, nou, kijk eens hoor. Jij mag het nog wel hebben. Hé? Ja. Jij mag het wel hebben. Hé? Ja. Hé? Hoe ouder ze worden die beestjes, dus de meeste mogen hebben van mij. Hé, ja. Ja, want je bent niet al te dik, hè? Je hebt een hangslijn buikje, ja. En je hebt echt een hangbuikje, hè? Het is helemaal zo wat leeg, zeg maar. Ja. En van de winter wordt het dan weer wat dikker, hè? Loop je rondjes om mij heen. Hé? Kom hier naar boven. Ik krijg straks eten. Ja, als vrouwtje weer terug is, krijg je eten. Ja, eerder niet. Zo. Ook weer gebeurd. En dan moet de aardbeienwater geven. Maar dat komt ook wel. Kijk, toen was hij klaar. Dat bedoel ik maar. Hij is klaar. Nou, laat hem gewoon staan. Dik en dicht, meestal dicht. En die kan wel dicht. Om hem straks weer te openen. Dus ja, dat dus. Hoe heet dat? Die telefoon, dat is, ja. Aan de snellader, dus ja. Hij had 49 nog maar. Hij moet wel even voor. Nou ja, dan ga ik eerst, kan dat maar eten geven. We zijn ook met de spiegel bezig geweest, maar die krijgen wij nog niet aan te praten hoor. Ook Willy niet. Willy is er mee bezig geweest en ik moest er een app op mijn telefoon zetten. Waar ik geen weet van had, want dat was me niet verteld. Maar ja, dan moet je het lezen, maar dan moet je Engels kunnen. En ik kan geen Engels, ja. Oké, maar Willy kan wel Engels, want ze heeft een Engelstalige vriend. Dus ja. Dus die kan het allemaal wel, tenminste die praat Engels, zover ik weet. Maar dan zit het stripje, zit er al omheen. Alles zit er aan. Ja, dat is het strippie. Ik weet niet of jullie dat zien, ja, dat zien jullie, dat is het strippie. Nou ja, dat zit er helemaal rondom eromheen. Op de juiste plek afgeknipt, waar het schaartje staat afgebeeld. Maar een stekker in de stopcontact en al gedaan, maar hoe en wat, ook de app erbij gebruikt in de... Ik het niet te weten, nee. Maar ja, we komen er zelf wel achter.
Hij zal het vanzelf al een keertje gaan doen. Mag ik hopen. Ja, nu niet nou dat hij daar staat. Maar hij moet eerst aan de praat voordat ik hem weer opgehangen wil hebben. Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon verder van jullie avond. Doe wat je doe wat je doen wilt. Ik ga Kandalf eten geven en ik ga met de meisjes lopen. En vanavond sowieso nog een vlog in elkaar zetten. En dan, poepie, ik heb 2 gedaan. Dus tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik heb de meisjes net uitgelaten. We zijn net weer thuis. En we gaan er nou langzamerhand naar boven toe, naar ons bedje. Want ook ik ben echt nou wel moe. En morgen komt onze Erwin weer. Dus ja, dan moet ik er wel weer uit zijn. Ook al is dat om 1:00 geloof ik. Ja, 13:00. Dus ja, we gaan lekker een beetje toe lekker slapen. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten dat God die houdt over ons allemaal, echt waar, de wacht. Dus ik zeg, graag tot aan de andere kant van de nacht.